Welkom bij de speciale Koninginnedag aflevering van Dag Den Haag. We zijn vandaag bij het Staatskwartier met de volgende onderwerpen. Koninginnedag rustig verlopen, Wateringseveld hoopt op vervolg Koninginnedagfeest, reclame en nog eens reclame bij de publiciteitsservice en de Koninginnedag vrijmarkt op de Fret. Dat zometeen, maar we gaan eerst naar het korte nieuws van de dag. De nacht in Den Haag is voorbij. Door de staking van de reinigingsdiensten, die nog tot zaterdag duurt, bleef er veel vuil achter in de binnenstad. Ja, is het toch heerlijk. Is het lekker om te zien hoeveel bekers, hoeveel mensen geniet. Gelukkig blijft de overlast beperkt, want een aantal Haagse ondernemers stak zelf de handen uit de mouwen. Iedereen mag staken, vind ik. Maar als je ziet hoeveel glas en ellende er op straat ligt, is het toch ook wel gevaarlijk. Ik wil wel open, dus we moeten toch zorgen dat het een beetje schoon is. Gistermiddag werd in het stadhuis het eerste Haagse jeugdlintje uitgereikt. Tot nu toe trof de lintjesregen alleen volwassenen. Maar de gemeente vond het nu wel eens tijd worden om ook jongeren in het zonnetje te zetten. Hoeveel inzendingen waren er? Er waren in totaal 15 inzendingen waar we uit hebben moeten kiezen. Het tijdvrij maken, je oog voor je omgeving hebben en daar een bijdrage willen leveren en dat met anderen samen te willen doen, ook dat was zo'n criterium. Waarvoor heb jij het lintje ontvangen? Omdat ik vrijwilliger ben bij de wijkprovincie Houtwijk. En hoe voelt het om zo'n lintje te mogen ontvangen? Nou, geweldig. Het is een enorme eer natuurlijk. Met de opening van het Zandsculpturenfestival werd gistermiddag de officiële aftrap gegeven van het strandseizoen in Scheveningen. Het thema van de sculpturen is topsport, omdat Den Haag is verkozen tot topsportgemeente 2009. Tijdens de opening werd er ook aandacht gevraagd voor het afvalprobleem. Strandliefhebbers laten jaarlijks tonnen afval achter. Via de zogenaamde afvalbattle werd studenten gevraagd om mee te denken over dit probleem. Je bent wel verrast zo te zien. Best wel, ja. Het concept houdt in dat je het gewoon zelf moet doen. Heel simpel. Het wordt niet voor je opgeruimd als je het zelf niet opruimt. En dus mensen worden er bewust van dat we inderdaad troep achterlaten. Je kan er spullen kopen of juist verkopen. Lekker rondstruinen, maar toch weer met helemaal niets thuiskomen. Of volbeladen met spullen weer. Gewoon richting huis gaan. We hebben het natuurlijk over de jaarlijkse vrijmarkt op Koninginnedag. En ook bij de Frederik Hendriklaan weten ze wel hoe ze die moeten vieren. Verse popcorn voor 20 cent. Armbandjes voor 50 cent. In heel Europa was er niemand zoals hij. Ik verkoop mijn spullen uit de kelder. Mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. Gaan jullie deze kopen? Ja, ik denk het wel. En wat kost die? 3000 euro. Die zijn rond. Die zijn 3 euro. Slechts 3 euro. Ja. Goede kwaliteit. Ja. Dit is binnen te koop. We gaan allemaal verregende doosjes. Allemaal verregend speelgoed. Het mag nu wel weer ophouden met regenen. Het is de derde keer nu. Derde keer in? Nou, vanaf 5:30 vanochtend. Heerlijke broodjes! Hoeveel gaan jullie ophalen, denk je? Iets van, wat denken we? 45. Zo! En gaan jullie dat ook allemaal weer uitgeven? Nou, dat gaan we delen. Ja. Met z'n allen delen. Gisteravond werd voor de 21ste keer de Haagse Koninginnennacht gehouden. Er werd tot diep in de nacht gefeest, er werd heel veel bier gesopen en natuurlijk van de muziek genoten. Koninginnennacht 2010 trok 200.000 bezoekers en is rustig verlopen. Grote publiekstrekker was zangeres Carol Emerald op het Spuitplein. Maar ook de andere podia konden rekenen op veel belangstelling. Ik vind het heel erg goed kicken en het is heel erg gezellig. Drukjes. Kijk om je heen. Dat is helemaal leuk, toch? Je komt niet uit Den Haag zo te horen. Nee. Waar kom je helemaal vandaan? Limburg. De feestgangers trokken zich niks aan van de regen.
op de Frederik Hendriklaan werd heel groot feest gevierd. Aan de andere kant van Den Haag, bij Wateringse Veld, werd ook groots uitgepakt. Het was de eerste keer dat Koninginnedag zo groots werd gevierd. En de organisatie hoopt natuurlijk dat het niet bij deze ene keer blijft. Wij groeien inderdaad. Hè. Iedere keer is het een leermoment. En het is steeds toch zo'n uitdaging dat we toch ervoor gaan om het nog groter en nog meer op te zetten zoals we eigenlijk willen. We hebben hier enorm veel vrijwilligers die vandaag hun inzet tonen. Velen zie je hier langs de kant al staan van allerlei teams. Daar ligt het niet aan, maar alles valt en staat met geld. We hebben een goed plan, we hebben een goed programma. Autootjes te koop. Plus voor een euro. Houd die paraplu hoog en je bent rijk. Doet hij ook mee? Mooiste huisdierenwedstrijd. Ik heb er van de week van gehoord, maar nee, niet op dit moment, nee. Ja, kruising Jack Russell tackle. Dan is het een Jack Russell. Ja, ja, ja. Of een Jack tackle, ja. Waarom verdient ze dat? Het is gewoon echt onwijs lieverd en zo onwijs schattig is ze. En heel de buurt kent haar ook, dus het is echt een buurthond hier zo. Waar we het voor doen is een stukje sociale cohesie. En als je het plan voorlegt bij de fondsen en het is een goed plan, dan zijn ze best wel bereid om een sponsoring te doen. Wat is er allemaal in de verkoop bij jullie? Ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen. Volgens mij wat oude sieraden en ik heb nog wat oude tijdschriften hier zo in mijn rugzak zitten. Wat moet dat allemaal opbrengen, denk je? Geen idee, geen idee. Het staat bij ons alleen maar in de weg, dus desnoods gaan we het gratis weggeven. Nou, doe maar eentje dan. Hè? Is toch gratis? Ja, wil je hebben? Ja, voor mij mag je hem hebben. Hier, alsjeblieft. Yeah. Heb je ook weer wat te lezen. Dan gaan we nu eerst even naar de reclame. Maar we zijn zo weer bij u terug. Hoi, hoi. Jij bent Dieneke. Ja. En je zit in de reclame als het goed is. Ja, hi. Hoi, Daniel. Ja, ik ben inderdaad Dieneke van Publiciteitsservice. Okay. Wij verspreiden alle posters en flyers van culturele evenementen in Den Haag. Oké, okay. Nou, laten we snel naar binnen gaan. Ja. Kom. Nou, worstel je door alle boekjes en tijdschriften heen. Zo, dus hier gebeurt het allemaal. Dit is het allemaal. Vroeger was het heel erg spannend natuurlijk, toen we nog wild plakten. Oh, je hebt illegaal geplakt? Zo ben je begonnen? Ja, zo zijn we groot geworden, ja. Maar dat is wel leuk en aardig, al die posters. Maar doen jullie naast posterplakken nog meer? Ja, wij verzorgen ook drukwerk. Je kan bij ons alle formaten posters en flyers laten drukken. Campagnes van driehoeksborden, daar worden posters voor gedrukt. Stoplichtkasten, dat soort dingen. Dit zijn onze infozuilen. Ja. Dan kunnen mensen video's of beelden in afspelen. Want in het digitale tijdperk is het moeilijk om het in posters je bedrijf te runnen? Tot nu toe is het altijd nog wel goed gegaan. Maar ik denk dat er nu wel een tijd aan zit te komen dat we iets meer digitaal moeten gaan doen. Okay. Een van onze nieuwe ideeën was de cultuurtram. De tram rijdt nu 2 jaar. En mensen kunnen dus voor niet al te hoge prijzen op de tram. De trammen plakken? Ja. Ja. Dat is vroeger ook illegaal natuurlijk. Maar het ziet er wel mooi uit, zo'n tram. Ja, nou die beplakken we ook niet zelf hoor. Daarnaast zijn we ook met een huis-aan-huis project begonnen. De cultuurzak lees ik. De cultuurzak. Dat is een bundel aan culturele informatie. En deze wordt huis-aan-huis verspreid. En mensen kunnen dus voor niet al te veel geld mee in deze zak. Ja, op maandag worden altijd alle posters hier verzameld. Ja. En dan gaan we vanaf dinsdag gaan we keihard verspreiden. De hele week rijden er zo'n 4-5 auto's door de stad. Hoeveel locaties moeten jullie af? Nou, deze week moeten we sowieso 300-400 locaties doen. Hey, wat mij nou opvalt, is dat op elke poster groetjes van Dieneke staat. Is dat belangrijk, een persoonlijk tintje aan toevoegen? Ja, op een gegeven moment was dat wel heel erg belangrijk. Het is heel belangrijk om even een gezicht te geven aan het bedrijf. Dit was alweer de speciale Koninginnedag uitzending van Dag Den Haag. Maar we gaan eerst even naar het weer kijken met... Ayondi, Jip en Dortje. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. De temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Aan het einde van de nacht neemt de kans op een bui toe. Er staat een machtige wind, kracht 4. Het weekend wordt het wisselvallig. Zaterdag kan de zon zich nog laten zien. Zondag gaat het de hele dag regenen. De maximum temperatuur ligt rond de 14 graden. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Gaan jullie nog spullen verkopen? Ja. Wat dan? Barbies en nog veel meer.
Ik heb al best wel veel gekocht en ik heb 14 euro nu. Zo. En hoeveel denk jij dat je gaat verdienen? Weet ik niet. Ja, ik schmink dus. Oh, jij schminkt? Ja. Dus ik kan me bij jou zo laten schminken? Ja. Klinkt goed, zullen we dat zo dan maar gaan doen? Ja. Oké, nou, dag Den Haag.